De zussen Janneke en Katelijn hebben een probleem. Als ze gaan paardrijden, kunnen ze niet meer door de berm bij hun huis, omdat er puin ligt. We hebben een probleem met onze ponies, dat zit ons dwars. We moeten nu de hele tijd op straat lopen en dat is heel slecht voor hun hoeven. Vroeger konden we altijd wel door de berm. Maar nu ligt er allemaal puin, dus kan het nu niet meer, omdat dat ook slecht voor de benen is. De gemeente heeft het puin er neergelegd, maar het nooit meer helemaal opgeruimd. Kijk, hier ligt al puin. Ja, het ligt hier overal langs de weg. Als hij op het puin staat en er komt bijvoorbeeld hier zo'n stuk glas hierin, dan kan hij heel erg kreupel gaan lopen en dan doet het hem heel erg zeer. Op onze website gaven jullie Janneke en Katelijn tips. Jan schrijft er, ruim het puin zelf op. Nee, maar dat kan niet, omdat het een heel lang stuk is. En Kirsten zegt, kies gewoon een andere weg. Ja, dat lukt niet, want de weg ligt naast ons huis. Mijn moeder die heeft een brief gestuurd naar de gemeente, maar het probleem is nooit opgelost. Tijd dus om de wethouders aan de tand te voelen. Hallo Katelijn. Hallo Janneke. Ik vind het heel goed dat jullie gebeld hebben, want wij wisten dat echt niet dat die paarden daar zo'n last van hebben. Mijn moeder heeft een jaar geleden ook een brief naar haar gestuurd, maar het puin ligt er gewoon nog steeds. Ja, dat is, had anders gemoeten. Oké, wat kunt u hier aan gaan doen? Nou, we gaan kijken hoe we het gras weer zo snel mogelijk terug kunnen krijgen. En hoe dat precies gaat gebeuren weet ik nog niet, maar dat gaan we jullie over een maandje laten weten. Oké, dank u wel. Dat de wethouder was gekomen. Maar ik hoop wel dat hij over een maand een oplossing heeft. Nou, we wachten af. Zit jij nou ook iets dwars? Mail ons dan je probleem.